Vandaag een antwoord op de vraag van Marion. Marion heeft begrepen, gelezen, dat het heel belangrijk is dat er altijd een optimale, dat is een licht basische zuurtegraad in je weefsels behouden blijft. Wanneer die zuurtegraad in je weefsels namelijk niet optimaal, niet licht basisch is, wanneer er te veel zuren in je weefsels aanwezig zijn, dan kun je allerhande klachten gaan krijgen. Nou, naar aanleiding van dit, wat ze heeft gelezen, snapt Marion dat het erg belangrijk is om goed bij te dragen aan het behoud van die optimale licht basische zuurtegraad. En nu heeft Marion een theesoort gevonden met alkaliserende moleculen zouten daarin aanwezig, welke de zuren in je weefsels kunnen neutraliseren. En dus het drinken van deze thee zou in de beleving van velen bij kunnen dragen aan het behoud van die optimale lichtbasische zuurtegraad in je weefsels. Want wanneer je deze thee drinkt met al die ontzurende moleculen daarin aanwezig, ja, dan draag je dus voortdurend bij aan de neutralisatie van de zuren in je weefsels. En dan kun je dus bijdragen aan het behoud van die optimale zuurtegraad in je weefsels. Tenminste, zo is de redenatie van velen en ook van Marion. Dus de vraag van Marion is, klopt het dat wanneer ik alkaliserende thee, een thee met zuurbufferende moleculen zouten daarin aanwezig, ga drinken, dat ik dan goed bijdraag aan het behoud van een optimale zuurtegraad in mijn weefsels en dat ik dan klachten voortkomend uit een te hoge zuurtegraad in de weefsels zoveel mogelijk kan voorkomen. Klopt dat? Nou, Marion, zuren en bazen, dat betreffen moleculen met een lading. Moleculen met een lading, die kunnen nogal invloed uitoefenen op de informatieoverdracht in je lijf. Want de overdracht van informatie in je lijf, dat is afhankelijk van de hoeveelheid moleculen met een lading in jouw cel en buiten jouw cel. En daar hangt een bepaalde membraanspanning vanaf. Dat betekent dat moleculen met een lading, zoals zuren en bazen, de verdeling daarvan over jouw weefsels en de opname daarvan in jouw cellen goed gereguleerd moet worden. Want wordt dat niet goed gereguleerd, dan kan de gehele informatieverwerking in je lijf, de informatieoverdracht in je lijf, kan verstoord raken. Met als gevolg dat de stofwisseling in je lijf helemaal verstoord raakt. Want de stofwisseling in je lijf wordt geregeld, gereguleerd met behulp van hormonen, signaalstoffen, welke een boodschap overdragen. En wanneer dat helemaal ontregeld raakt door geladen deeltjes die zomaar overal over jouw weefsels verdeeld worden, in je cel opgenomen worden, ja, dat kan niet gebeuren. Dus, geladen deeltjes, zoals zuren en bazen dat ook zijn, de verdeling daarvan over jouw weefsels en de opname daarvan in je cellen, dat betreffen gereguleerde processen. Dat wil zeggen, deze moeten geregeld worden met behulp van hormonen. Wanneer kan die regulatie enkel goed plaatsvinden in je lijf? Dat is wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. Enkel wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert, dat wil zeggen wanneer je lichaam goed voorzien is in vocht en alle essentiële voedingsstoffen, dan is jouw lichaam goed in staat om met behulp van hormonen je bloedwaardes op peil te houden. En enkel dan zijn hormonen welke de verdeling van vocht en elektrolyten geladen deeltjes over jouw weefsels regelen, goed werkzaam. En enkel dan kunnen de zuren aanwezig in jouw weefsels verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden met behulp van dat mooi verdeelde vocht en die mooi verdeelde elektrolyten geladen deeltjes.
Maar niet eerder dan dat, want wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert en tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen en jouw lichaam als gevolg daarvan niet goed in staat is om met behulp van hormonen je bloedwaardes op peil te houden, dan, onder invloed van stresshormonen, worden vocht en elektrolyten, geladen deeltjes, uit jouw ezels geplukt, omdat die in de bloedbaan nodig zijn om te kunnen overleven. Dat betekent dat de zuren in jouw weefsels, welke geneutraliseerd moeten worden met behulp van de alkaliserende zouten in jouw weefsels, die zullen alsnog niet geneutraliseerd worden door alkaliserende zouten wanneer de voedingstoestand in je lijf slecht is, je lichaam niet goed in staat is om je bloedwaardes op peil te houden en onder invloed van stresshormonen, vocht en geladen deeltjes, zoals alkaliserende zouten, uit jouw weefsels geplukt worden. Dan zal dus de zuurtegraad in jouw weefsels alsnog verhoogd raken en kun je klachten daaruit voortkomend gaan ervaren. Dat betekent dat wanneer jij alkaliserende thee drinkt, thee met vele alkaliserende zouten daarin aanwezig, dan krijg je dat hier binnen. Maar zolang er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, en als gevolg daarvan onder invloed van stresshormonen, vocht en elektrolyten, geladen deeltjes uit jouw weefsels geplukt moeten worden, en dus de verdeling van vocht en elektrolyten, geladen deeltjes over jouw weefsels onderdrukt wordt, dan gaan die alkaliserende zouten met daarin geladen deeltjes echt niet verdeeld worden over je weefsels en kan het drinken van alkaliserende thee dus niet bijdragen aan de neutralisatie van de zuren in je weefsels en het behoud van een optimale zuurtegraad in je weefsels en het voorkomen van klachten daaruit voortkomend. Dus als antwoord op je vraag, of het drinken van alkaliserende thee helpt om de optimale lichtbasische zuurtegraad in jouw weefsels te kunnen behouden. Niet wanneer je voeding ook niet bijdraagt aan het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf. Want wanneer je deze thee drinkt met inderdaad zuurneutraliserende moleculen zouten daarin aanwezig, maar jouw voeding verslechtert de voedingstoestand in je lijf, dan zal alsnog onder invloed van stresshormonen zullen de moleculen die de zuren in jouw weefsels helpen neutraliseren uit jouw weefsels geplukt, geroofd worden en zal alsnog de zuurtegraad in jouw weefsels af gaan wijken van het ideaal. Dat als antwoord op jouw vraag.